denk dat ik, heel toevallig, het is niet toevallig omdat ik voor het bord sta, heel toevallig denk aan, aan Crazy Love van Dominique de Rudder. Omdat dat een film is dat ik op de schoolbanken gezien heb, plus Sint Lucas. Ik denk dat Mark Didden is die ons destijds verplicht heeft om naar de film te kijken. En ja, vanaf een fenomenale film. Ik weet dat dat gebaseerd was op boeken van Bukowski, of een boek van Bukowski. En ja, de rol die Jos daarin speelt is voor mij ook vrij belangrijk geweest voor de film. Dat ik, ik ook wist dat ik met Jos wilde werken om de rol hier in Cargo te spelen. Maar los daarvan, ja, een fenomenale film. Een film dat ik nog altijd vrij nostalgisch aan terugdenk. En ja, fantastisch. En waarom wou je hem dan nu absoluut erbij? Maar dat is grappig, omdat ik zijn eigenlijk vrij weinig starstruck of zoiets als je op de set staat. Maar met Jos heb ik wel voor een of andere rare manier. En ik weet, ik kon ook niet aan een première dat hij speelde van theaterstuk. En hij had tegen mij gezegd van, Jules, ik had zelf niet lezen het scenario, want kan niet, het is te druk. En dan hebben we zo vrij lang zitten pushen en vragen van, allee, lees het toch. En uiteindelijk had hij het gelezen en belde mij van, ja, ik ga het doen. En dat is wel plezant, want dat toont ook een beetje de liefde van acteurs aan voor hun vak. En hoe dat ze soms een deadlines en een timing die al zo strak zijn, toch graag aan de kant zetten om dan per se die rol te spelen. Dus, en waarom ook Jos, omdat ik vond dat hij, ja, hij heeft een kop dat ik onwaarschijnlijk interessant vind. Het is een heel straffe acteur. Het was geen West-Vlaming, dus ik wilde ook een beetje open trekken. Ik vond het ook wel interessant voor dat wel om te trekken. Alhoewel dat de meeste reders West-Vlaming zijn. Maar hij paste in de wereld. Hij moest een soort van vaderfiguur zijn voor Sam, die dan in het midden van de film ook een beetje keert. Dus hij moest een soort van beuzak zijn. Hij moest ook die twee kanten kunnen doen. En voilà, Jos, ja, fenomenaal. Ja. Ja. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.